Ik ben Boukje Keizer, directeur van Zeven Zebra's, een creatief adviesnetwerk wat allerlei gemeentes in Nederland helpt om meer aan de samenleving over te laten. Ik neem jullie mee naar de Nieuwe Jutter. Dat is een buurtcentrum in Utrecht waar mensen van allerlei pluimages samenkomen om elkaar te ontmoeten, leuke dingen te doen en er voor elkaar te zijn. De Nieuwe Jutter levert daarmee enorme meerwaarde op voor deze wijk. En voor de mensen die er wonen. Niet alleen is het echt een centrum van ontmoeting, maar het is ook een plek waar mensen die normaal zorg ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze borderliner zijn of psychisch of sociale problemen hebben of heel eenzaam zijn, ook in de gevende rol zitten. Want zij kunnen daar echt ook weer iets betekenen voor anderen. Het is een centrum wat helemaal geworteld is in die buurt. En wat dus ook zorgt voor een soort sociale cohesie en een netwerkversterking waar de buurt op allerlei fronten van profiteert. Maar de nieuwe Jutter heeft wel een probleem. Het is een, een, een centrum wat heel weinig geld kost en waar wat, wat elk jaar wat geld naartoe gaat vanuit het wijkbudget. Maar het is een centrum wat zegt: wij, wij leveren dienst. Wij zorgen echt voor mensen in deze wijk. En wij willen eigenlijk ook als serieuze partners voor die dienst betaald worden. Net zoals andere organisaties op het gebied van welzijn en zorg voor dat soort diensten betaald worden. Maar dat is heel moeilijk. Het lijkt echt moeilijk om uh, als serieuze partner gezien te worden, bijvoorbeeld door. De afdeling Inkoop van de gemeente. Die weten gewoon nog niet precies hoe ze met dit soort initiatieven, die er overal zijn, om moeten gaan. Want niet alleen de Nieuwe Jutter doet dit soort dingen, maar je hebt ook buurtmoestuinen waar mensen met een uitkering gaan werken of mensen met een beperking. Je hebt allerlei vervoersprojecten. Je hebt projecten waar jongeren die uitvallen ondersteund worden. En al deze. Soorten initiatieven die leveren echt een enorme meerwaarde, die niet altijd gehonoreerd wordt als serieuze partner van een leverancier van diensten. En daar zou je met maatschappelijk aanbesteden iets aan kunnen doen. In dit videocollege ga ik in op drie dingen. Ik wil eerst even stilstaan bij de obstakels die dit soort initiatieven tegenkomen. als ze echt een structurele relatie willen met een gemeente. Echt als aanbieder van diensten. De beren op de weg die zij daarbij tegenkomen, die probeer ik even op een rijtje te zetten. Ten tweede ga ik iets vertellen over maatschappelijk aanbesteden. Wat is het eigenlijk? En in hoeverre kun je daar wat mee als je het hebt over die beren op de weg? En ten derde ga ik even kort in op wat jij kan doen met maatschappelijk aanbesteden. Wat zijn nu de obstakels die initiatieven zoals de Nieuwe Jutter tegenkomen... als ze meer toe willen naar zo'n structurele relatie met een gemeente? In onze werkpraktijk komen we als Zeven Zebra's allerlei beren op de weg tegen, maar ik licht er drie uit. Bij beheersbaarheid kom je eigenlijk een soort paradox tegen. Dit soort goede kleine initiatieven kosten een fractie van wat grotere welzijn of zorginstellingen ervoor zouden rekenen. De nieuwe Jutter bijvoorbeeld doet de dagbesteding voor tientallen ouderen per jaar voor zo'n 12.000 euro. Maar heel veel kleine bedragen met heel veel kleinere partijen is voor de gemiddelde inkoopafdeling een soort nachtmerrie. Het vraagt veel meer handelingen en daar zitten ze niet altijd op te wachten. De beheersbaarheid glipt een beetje uit hun vingers is het gevoel de transactiekosten kunnen ook wat hoger zijn. Maar ook ze maken zich zorgen over de verantwoording met zoveel partijen, dat moet toch misgaan, fraude en dergelijke. Daar staat tegenover dat dit soort initiatieven veel minder kosten, dus de bedragen zijn veel kleiner. En dat betekent ook dat de risico's veel kleiner zijn. Want als er een keer wat misgaat, wat overigens nu natuurlijk ook regelmatig gebeurt, is de schade wel een stuk kleiner als je het over veel kleinere bedragen hebt. Als je het hebt over kwaliteit, wordt vaak gezegd dat dit zijn mensen zijn die diensten aanbieden zonder dat ze daar echt een opleiding voor hebben. De borderliner die misschien staat te koken, is dat nou wel de meest geschikte persoon om kwetsbare ouderen op te vangen en daar iets voor te betekenen? Wat je eigenlijk ziet in de praktijk is dit: dat ze mensen zijn die heel andere kwaliteiten bieden. Kwaliteit van leven, andere vormen ook van continuïteit. Doordat ze veel meer geworteld zijn in de buurt, zijn het mensen die eigenlijk altijd daar blijven. Terwijl de wisselingen van de wacht bij de gemiddelde welzijn of zorginstelling veel groter kan zijn. Maar toch zijn het dingen waarin wij kwaliteit. Veel andere manieren meten nu dan je in de toekomst zou moeten doen als je dit soort initiatieven veel meer ruimte zou willen geven. Het derde punt is de concurrentie. Um, natuurlijk zijn er allerlei grote partijen die zich zorgen maken over de oprukken van dit soort initiatieven. Zij snoepen gewoon stukjes van de markt af. Het zijn nieuwe partijen die echt wel een kans willen geven omdat ze iets bieden waarvan je met z'n allen wel ziet en voelt dat het echt meerwaarde biedt. Wat er ook regelmatig gebeurt, is dat als er samenwerking ontstaat tussen kleine initiatieven en dit soort grotere partijen, dat er ook wel gewoon ideeën gepikt worden. Diefstal daarvan. En daar kun je niet altijd wat aan doen, want een grote instelling heeft meer power en positie om eh, bepaalde diensten aan te bieden en daarvoor bij de gemeente als opdrachtgever aan te kloppen. Maar als je echt veel ruimte wil geven voor dit soort partijen, dan zul je die ook moeten creëren en dat betekent absoluut ook iets voor concurrentiepositie ten opzichte van de klassieke partijen. Concluderend er zijn wel een aantal grote beren op de weg die je kunt benoemen en er zijn er nog veel meer dan ik nu adresseer, maar met maatschappelijk aanbesteden kun je die wel enigszins stekkelen. Daar ga ik in het volgende deel iets over vertellen. Wat is maatschappelijk aanbesteden eigenlijk? Maatschappelijk aanbesteden is een manier van werken. waarbij je aan een grote groep, de samenleving, vraagt. om gezamenlijk met een aanbod te komen. om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. In de klassieke situatie was het vaak zo dat de gemeente. en dat is nog steeds vaak zo. in allerlei brokjes probeert bepaalde diensten te vragen. van verschillende partijen. En vaak zijn dat grote partijen, grote bedragen. en heel gerichte uh, acties die gevraagd worden, bijvoorbeeld zorg voor. Het aantrekken van steunkousen bij een bepaalde groep. Of bij andere diensten die heel gericht benoemd zijn. Wat je bij maatschappelijk aanbesteden ziet, is dat je veel meer het vraagstuk in zijn integraliteit centraal zet. Je vraagt eigenlijk partijen om zich te scharen vanuit verschillende perspectieven rondom dat vraagstuk en om met elkaar te samen te gaan werken om samen dat vraagstuk op te gaan lossen. Dat is echt een wezenlijk andere benadering. Het is dus niet zozeer een methodiek met allerlei heel concrete stapjes, maar het is ook eigenlijk een visie naar hoe je kijkt, waar zijn we nou samen verantwoordelijk voor en hoe kunnen we die gezamenlijke verantwoordelijkheid via maatschappelijk aanbesteden ook vormgeven? Als je kijkt naar de verschillen tussen klassiek aanbesteden en maatschappelijk aanbesteden, dan zijn er een heleboel, maar daar zit het vooral op dat je bij het klassieke veel meer insteekt op efficiëntie, prestaties, hele concrete doelen en heel erg gericht op bestaande aanbieders die je al kent. En bij maatschappelijk aanbesteden gaat het veel meer om een integrale blik waarbij je insteekt op samenwerking tussen partijen en ook veel meer die vraag kan, de behoefte van, van mensen zelf een rol geeft. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen. Nou is er natuurlijk ook van alles daartussen te vinden, dus er is een enorme scala van dingen tussen dat klassieke en het maatschappelijk aanbesteden. En het wordt ook lang niet altijd maatschappelijk aanbesteden genoemd. Hoe doe je het nou? Nou, daar is een informatieblad over geschreven, over maatschappelijk aanbesteden, en er is een website van, www.maatschappelijkaanbesteden.nl. En wat ook wel belangrijk is om te beseffen, is dat um, in de huidige aanbestedingswet, de EU-wet, uh, heel veel mogelijk is. Er zit veel meer ruimte in om nieuwe partijen, kleine initiatieven, een plek te geven. Daar is net een uh, leaflet over verschenen, dat heel interessant is om te lezen. In de praktijk kom je ook heel erg tegen dat er allerlei soorten regels lokaal knellen in die specifieke situatie. In dat opzicht raad ik je aan om eens een keer te kijken naar de regels en de en het boek te lezen wat wij daar net over hebben uitgebracht. Terug even naar de beren op de weg die we eerder tegenkwamen. Hoe kun je daar nou met maatschappelijk aanbesteden het hoofd aan bieden? Nou, als je kijkt naar de beheersbaarheid... Zie je bij maatschappelijk aanbesteden dat het een groep partijen is die gezamenlijk met een aanbod komt: een integraal aanbod. En dat helpt ook om het beheersbaar te krijgen. En niet met een heleboel verschillende kleine partijtjes zaken te doen. Maar je doet eigenlijk met een collectief van partijen samenwerken. Daar doe je zaken mee. Als je het hebt over kwaliteit. Dan zie je dat bij maatschappelijk aanbesteden bewoners een veel grotere rol hebben. Zowel in de zin van dat zij veel meer betrokken zijn bij het vinden van oplossingen en dus ook beter kunnen formuleren wat ze nodig hebben, maar ook in de rol van aanbieder zelf. Zij zijn niet alleen maar ontvanger van zorg- en welzijnsactiviteiten, maar ze kunnen ook zelf een rol geven in het iets betekenen voor anderen. Als je het hebt over concurrentie, dan is het natuurlijk zo dat al die nieuwe initiatieven een stukje van de markt afsnoepen voor de grote partijen. En dat kan soms de relaties met die partijen onder druk zetten. Maar het zou jammer zijn als dat ons zou weerhouden om al die nieuwe partijen helemaal geen kans te geven op de markt. Want juist door die inzet op samenwerking tussen nieuwe en bestaande partijen kun je heel erg zorgen dat je gezamenlijk echt iets betekent voor de bewoners in een buurt. Dus je ziet dat maatschappelijk aanbesteden op allerlei manieren voordelen kan bieden om met elkaar aan de slag te gaan. Ik heb jullie iets verteld over maatschappelijk aanbesteden. En hoe dat als methodiek een antwoord kan bieden voor initiatieven zoals de nieuwe Jutter. Waarin buurtbewoners, sociaal ondernemers graag meer willen betekenen voor anderen en zoeken naar een structurele relatie met de gemeente als opdrachtgever. Natuurlijk is maatschappelijk aanbesteden ook niet de heilige graal wat eh, maar alle problemen oplost. Er zitten genoeg beren op de weg die je ook daarin tegen zal komen. Maar het is wel een methode die veel nauwer aansluit bij de ontwikkeling waar de samenleving nu in zit. Waarin je echt die ruimte wil bieden aan initiatieven en aan wil sluiten bij dat wat er al gebeurt. Bij de energie van mensen, de betrokkenheid bij hun omgeving en de mensen die hen dierbaar zijn. Als je die energie zou kunnen benutten. En dat biedt, met maatschappelijk aanbesteden, biedt daar mogelijkheden voor. Dan kun je als samenleving gezamenlijk de opgave veel sneller en vaak ook veel goedkoper oppakken. Ik wil jullie uitdagen om het vooral te gaan doen. De ervaringen met maatschappelijk aanbesteden zijn nog schaars, dus je kunt daar koploper in zijn. Maar het kan, het mag, er is genoeg ruimte in de regelgeving om dat echt met elkaar aan te gaan. En het biedt zoveel potentie om echt die samenleving ruimte te geven. Het is eigenlijk vooral een kwestie van durf en motivatie. Durf je het aan om dit soort initiatieven echt meer ruimte te geven en echt structureel op te nemen in je samenwerking? Ik daag jullie daar graag toe uit. En mocht je beren op de weg tegenkomen, dan help ik die graag verjagen.